Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit. Test, test, testen de test. Ik doe een testopname. Hallo. Hallo mensen van Gekke Gamers, fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Sifa. En voordat ik begin, wil ik even laten zien wie dit heeft gebouwd. Hey, hoe is hij? Nice. In ieder geval, wij gaan eventjes verder met waar wij gebleven zijn. Gebleven, hè? Wat bedoel je? Ah ja, ik had een opname gemaakt die een beetje mislukt was. En ja, dit is gewoon een 1.8 server. 1.8.8 zit ik, dat zie je ook. En ja, ik hoop dat het gewoon blijft doen. Wij gaan gewoon lekker een beetje uitleg geven over de Kingdom en over de gratis server. Over het IP en zo wordt binnenkort wel even duidelijk over gemaakt. En hoe de invites gaan werken. Ik word gek van die mug hier ook, sorry hoor. Maar ja. Klink. Boom. We zitten nu nog op een vlot gebied dat we gekregen van iemand. We hebben gezegd, hey, hier is een endpoint, we moeten een groot gebied maken. Nou, we hebben dit nu. We zitten wel met veel meer, maar ik word gek van die zombies. Mon. Dat is heel sterk van mijn zwaard. Staat niet eens nog, wat staat er eigenlijk op? Niet eens een breking, maar staat wel potion op. Nice. Dat heb ik namelijk gewonnen van een drop party. Dat heb je ook nog af en toe een drop party. Storyline, ja. Binnenkort gaan we gewoon weer de storyline gewoon oppakken. Ik kan gewoon weer Minecraft opnemen, zoals jullie zien. En ik speel het nog best wel smooth, vind ik. Alleen kunnen we het niet via de Minecraft chapter. Dat kunnen we binnenkort wel gaan proberen. Alleen nu nog niet. Hey, zombie. Kom maar hier. Verder dat je niet gaat lukken. Boom. Nou, nog eens boom. Slaan. Ja, er zitten hier nog best wel wat mensen die nog best wel pist kunnen zijn op alles. Dus daarom ben ik heel braaf en repareer ik het even snel. Er kunnen veel mensen erop zitten, alleen er zitten nu echt gewoon... Niemand zit hier gewoon op. Ik ben nu eventjes alone. Zoals wat ik altijd ben. Ik heb geen vrienden. Round all we have the familiar faces. Oké, stop maar even. Beter. Binnenkort gaan we dus gewoon lekker de storyline doen. Gewoon een beetje Kingdom even pakken. En de Prison gaan we binnenkort weer oppakken. Maar dat zien jullie, dat is een andere video. Ik wil jullie eigenlijk nog eventjes om te even een tour doen. De Nether werkt hier nog niet, dat is wel jammer. Want wij willen toch graag de Nether in voor de storyline. Hoezo, dat leg ik jullie binnenkort wel even uit. Want onze storyline gaat in de Nether beginnen. Het gaat niet een leuk begin zijn. Het gaat niet echt... gecreëerd. Ik ben nu nog steeds mijn eigen skin. Hallo. Binnenkort niet meer, want als ik in Empire daar al in de Nether, als ik in het Empire gebied ben, ben ik de Shaak. En dan bedoel ik dat, zoals ik het had gezegd, dan ben ik gewoon echt gewoon de Shaak. Dan ga ik gewoon, word ik gewoon aangevallen door gewoon mensen. En dan ook van, what the fuck, en dan boom. Maar ja, dus we gaan gewoon de Kingdom gaan weer oppakken. Willen jullie ook meedoen? Laat weten in reacties. En ik ga dit ook proberen te streamen. Ik weet niet dat het gaat werken, maar ik wil het wel proberen. Want wie niet probeert, die vindt niks, hè. Oké, dat is gewoon echt een dom, iets heel doms, maar... waarheid... Ah ja, ik heb een boven van een skelet opgepakt, dus ja. Ik wil mijn pijl opvangen. Ik wil niet jouwe, jezus. Maar, ja, ik ben hier op deze nog, geen koning. Want dat gaan we nog even overleggen.
Want onze koning was regamed, oftewel iemand, maar doet er niet toe, doet er niet toe. Je hebt hier ook dingen dat je kan lokken, dat mensen gewoon er niet in kunnen. Hey, eten, wat was dat? Deze. Hoppatee, gewoon eventjes de hoofdjes leeg, als ze echt een pooien gewoon. Dat was weer random, sorry mensen. Maar, de FPS wordt ook binnenkort eventjes wat meer omhoog gegooid. Ik weet dat jullie heel erg kut nu kijken, maar so be it. Life is life. En het regent en ik haat dat ontiegelijk. Maar ja, het leven zit niet altijd mee. Mensen, bedankt voor het kijken voor deze video. Willen mensen, smash een blauw duimpje omhoog en halen we de 5 likes. Dat zou super chill zijn. En, ja, jullie kunnen dus ook in de kingdom komen. Maar we hebben al niet meer in de kingdom. Want dan ga ik even naar de spanning toe. Ik ga even mijn home neerzetten. Set. Home. Gaan we natuurlijk eventjes hier doen. Cool hier. Dan gaan we naar slash spawn. Dan kom je hieruit en dan denk ik van hey, maar Ivo, wat is die broer? Moet je zo leuk? Nou, hier heb je alle regels en hier heb je Atla, was ik vroeger. En Poye ben ik nu. En Tropia, onze aardsvijand. Kanta. Oh, die verdomde Kanta Tribo. Ik kan hem niet nadoen, sorry. En we hebben Aspring voor Boar. That's it. Dat zijn de kingdoms. Dus je kan voor ons kiezen, je kan voor Empire kiezen. Je naaf is er ook, alleen ja. Die wilt niet echt meer mensen erbij toe. Zegt dat vol zit en zo. Maar ze willen wel gallen. Galli. Ali. Hoe je het ook zegt. Niet hacken, niet spammen. Niet dreigen, niet bij de hand doen. Oh! Hey! Hoe is ie? Hoezo? Dat leg ik jullie wel later uit. Snap dat dan wel op mij. Je hebt hier de wild. Heb hier om naar Kingdom toe te gaan. En dan kom je dus in het wild. Ja. En als je je home nergens hebt. Dan ja. Dan ben je gewoon de klos. En dit staat er allemaal op. Dat heb ik allemaal gekregen van iemand. Tijdens drop party. Dus ja. Dat is zo handig. Bij drop party wordt iedereen op een kluifje gegooid. En dan moet je hopen dat je spullen hebt. Oh ja. Empire ones kan je hier kopen, alleen mensen, verspil je geld hier niet echt aan, dat is gewoon zonde. Je kan bloedmagie, je kan alles hier kopen, maar als je het koopt, het is wel zonde mensen. Ja, ik had dus eigenlijk al een tijdje geleden de video willen afsluiten. Maar daar ben ik niet eigenlijk aan toegekomen, omdat er te veel eigenlijk in mijn hoofd zit. Ik wil zo graag wil ik weer gaan roleplay. Ik wil zo graag wil ik weer alles oppakken. En jullie kunnen meedoen in de roleplay. Dus laat het in reacties of jullie op de server willen en mee willen doen. Het IP zou ik hopelijk in de beschrijving gooien. Want dan hebben jullie ook gewoon een nieuwe, nieuw iets om naar te kijken. En het sneeuwt. Het sneeuwt op één plek. Oh my god, dat is speciaal. Dat is een Minecraft bug, hè? Mensen, bedankt voor het kijken voor deze video. Willen we meer zien? Smeer even een blauw duimpje omhoog. En zoals ik al zei, halen we de 5 likes. Kijk, hier snoot het wel helemaal. We gaan naar de grond. Bedankt voor het kijken. Blijf het abonneren. Ik zeg nog mijn mening eens later als mijn tot ziens. En deze, dit is gewoon chaos. Nee. Ik ga dit wel bevechten. TipFP komt er ook binnenkort weer aan. Daar heb ik heel veel zin om weer op te nemen. Mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Ik zeg mijn Engels. Later. Alsmaar tot ziens. En tot de volgende Kingdom. Blijf altijd op de hoogte. Want het IP kan overal tevoorschijn komen. Later.